Jullie zijn hier naartoe gekomen naar de les. En onderweg heb je waarschijnlijk heel veel borden gezien. Wat betekent lokaal? In je gemeente. Ja. In de gemeente. Ja. Dus het zijn de verkiezingen voor de gemeente, voor de gemeenteraad. De cursisten mogen stemmen. Al onze cursisten mogen stemmen. Maar dat is onveilig, want je gaat naar buiten toe, je gaat in dat stemhokje. Nou, als je geoefend hebt, dan ga ik vanuit in de klas van God, welke partij. Je hebt bijvoorbeeld de kieswijze gehad, je hebt het programma van de partijen gekeken, je hebt de verkiezingslijsten met alle partijen en namen van raadsleden. Ga daar even naar kijken. Dan ga je daar lezen en dan lees je het en onderstreep je de moeilijke woorden. Ja? Dat heb je allemaal besproken. Dan is de stap te kijken van God, hoe ga je naar buiten toe? Want dat is heel onveilig. Want in dat stemhokje ben jij alleen. En het papier is hier klein. Maar als je daar komt, dan is het in één keer heel groot. Dus dan ga je oefenen van hoe zal je het doen? Hoe ziet het eruit? Wat heb je nodig? Je gaat ook doen alsof in de klas dat je gaat stemmen. En dan is de opdracht, ga stemmen. Als het goed is, hebben jullie dit allemaal thuis gekregen. Ja? Ja. Deze, Tony, jij weet wat dit is? Ja, stemlijst. De stemlijst. Hier staan alle partijen en alle kandidaten op van de gemeente. De volgende keer wil ik graag dat jullie hem meenemen. Je kan thuis alvast al bekijken wat herkenbaar is of wat niet. Maar neem hem volgende keer mee. Dan gaan we hier verder op in van hoe ga je stemmen? Wat heb je allemaal nodig? Hoe ziet het eruit? Nou, enzovoort. En sommige cursisten hebben nog nooit gestemd. En als ze dan voor het eerst gaan stemmen, nou, dan groeien ze. Dan zijn ze, dat is geweldig. En dan bespreken ze ook naar van hoe was het om het te doen. Kijk maar even dat je weet en als het niet lukt... Wat kan er misgaan? Je hebt het geprobeerd. Zo proberen we van veilig in de klas naar onveilig naar buiten toe. In deze aflevering hebben we gezien dat de relatie tussen het leren in de les en buiten de les cruciaal is. En wij als begeleiders hebben hierin een belangrijke rol. We hebben 3 vuistregels besproken. Vuistregel 1. Help leerders zich bewust te worden van lees- en schrijfsituaties om zich heen. En leer ze om hiermee actief te oefenen. Vuistregel 2. Geef gerichte opdrachten waarmee leerders dat wat ze in de les leren gaan toepassen in hun dagelijks leven. En vuistregel 3. Bouw opdrachten op van dichtbij en veilig naar verder weg en minder veilig. Realiseer je dat het een heel moeilijke opdracht is voor iemand om van een persoon die lees- en schrijfsituaties vermijdt, te veranderen in een persoon die lees- en schrijfsituaties uitvoert. Ben consequent in de opdrachten die je aanbiedt in je les. En realiseer je dat het beter leren lezen en schrijven een heel intensief leerproces is.